Hey, voordat we beginnen aan de aflevering, hier een belangrijke mededeling. Helaas is meer dan 50% van jullie niet geabonneerd. Ja, dus abonneer snel op de Videocorner podcast. Hiermee help je niet alleen ons, maar ook jezelf door niks te missen. Je kunt ons vinden op YouTube, Spotify en Apple Podcast. Dankjewel en door naar de aflevering. What does Marcellus Wallace look like? As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Yeah, baby! Yeah. Just leave it. But where? I have to return some videotapes. Dames en heren, welkom bij de Videocorner podcast, waar we wekelijks spreken over alles met betrekking tot films en series. Maar deze week 1 serie en 2 films. We hebben voor jullie Griselda, de hitserie op Netflix, Ferrari en uiteraard The Color Purple. Maar jongens, voordat we beginnen, hoe is het met jullie? Ja, gaat goed. Ja. Ja, gaat lekker. Gaat het goed met je? Ja. Hebben jullie nog merkwaardige nieuwtjes wat jullie willen meenemen? Hebben jullie iets gekeken wat jullie willen vertellen, wat je kwijt wilt? Nee, eigenlijk niet. Ik heb verder niet echt heel veel gekeken. Niks van de Oscars of zoiets meegekregen? Ah, dat wel. Maar verder niks gekeken. En jij? Nou, ik heb wel wat te geven. Maar ik wil eigenlijk meer over de Oscars hebben. Want de Oscars zijn geweest. Er is een kleine relletje ontstaan. En dat heeft vooral te maken met Barbie. Ah ja. Heb je het meegekregen? Heb jij het meegekregen? Nee, man. Nee, je kunt het vertellen. Vrij weinig. Nee? Oké, ja. Wat is nu gebeurd is dat Ryan Gosling wel een nominatie heeft gekregen voor Barbie. En Margot Robbie niet. Voor leading female actress in de vrouwencategorie. En dat Greta Gerwig dan ook niet in de genomineerde lijst zit voor best female. Of voor best director. Daar is dan weer een relletje over van, ja, dit is nou precies waar Barbie over gaat. Dat vrouwen soort van niet worden meegenomen. Ja. Ja, daar wilde ik eigenlijk jullie mening over weten. Maar ja, als je niet hebt ingelezen, dan wordt het lastig. Wie heeft die Oscar dan gewonnen? Die Oscars zijn nog niet geweest. Oké. Okay, ja. Dus puur nominaties. Ja, dat is puur nominaties. Ja, ja. Nee, maar wat ik wel gewoon wil zeggen is van, ja, nu ben je het ook gewoon echt aan het forceren of zoiets, dat je die prijs wilt. Ja. Maar zeg nou heel eerlijk, zo Ryan Gosling hoorde sowieso ook niet in het lijstje. Dus dat was ook wel merkwaardig. Ja. Maar Margot Robbie ook niet. Ik heb talloze vrouwen gezien in films die het gewoon veel beter deden dan Margot Robbie. En nu ben je een soort van, we hebben heel veel gescoord in box-office, maar ik ben niet genomineerd. En hier gaat het echt over, want vrouwen die worden nooit genomineerd enzovoort enzovoort. Ja. Ja, Whoopi Goldberg heeft daar natuurlijk ook een mening over. ze zeggen van, ja, je bent niet beroofd. Het is gewoon take the L, weet je wel. Ja. Je bent niet de beste vrouwelijke actrice van dit jaar. Het zijn gewoon talloze vrouwen die het beter hebben gedaan. Ja. Maar vanuit de filmkant gezien, van hun kant, kan ik wel begrijpen. Ze hebben wel tering veel geld opgegooid. Ja. Dan verwacht je wel iets terug. Er zit ook een soort van public message in. Maar wanneer ik zeg van, ja, je bent nu het soort van aan het forceren om die prijs binnen te hengelen. Ja. Dan vind ik ook van, persoonlijk gebruik mij niet als reclamebord, heb ik dan bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar zij zegt echt van, ja, kijk, ik ben een reclamebord. En als ik de best female dingen niet win, dan is het een corrupte boel. Want wij vrouwen moeten altijd 2 keer hard werken. Ja. In essentie klopt het wel een beetje. Weet je wel, mannen komen vaker, witte hetero mannen komen vaker met heel veel weg. De vrouw moet misschien wel op sommige vlakken wat meer doen dan de man. Ja. Dit is gewoon echt geforceerd of zo, man. De Oscar, is dat een publieksprijs? Nee, fuck jury, man. Dan is het duidelijk, toch? Ja, maar er gaat wel heel vaak een discussie rond van, ja, onzin, bla, bla, bla. Het is wel een fuck jury en die fuck jury heeft natuurlijk soms ook zijn eigen mening. Maar gewoon heel eerlijk gezegd, Ryan Gosling had ook niet in een lijstje moeten staan. Okay. Maar Margot Robbie ook niet. En met dat is het helemaal goed. Take the L, joh. Heb jij nog wat nieuws gekeken of zo? Nee, man. Ik heb een druk weekje achter de rug. Dus ik heb alleen de films gekeken die we moeten kijken. Ja. Hey, en ik heb wel dingen gekeken, man. Ik had gehoopt dat jullie misschien ook hadden gekeken. Op Twitter is de nieuwe film van SpongeBob gelekt. Ik had er wel wat over gehoord, ja. Ik heb hem ook gekeken, maar wat was die slecht, zeg. Ja? Heb je niet dat gevoel van nostalgie weer? Dat, nee, er is helemaal niks van nostalgie, man. Het is echt gewoon een hele nieuwe stijl. Oh. Live action zit er een beetje in. Ja.
Deed me denken aan Space Jam. Alleen dan slecht. Oké. Okay. Ja, je snap wat ik bedoel. Ja. Michael Jordan en al van die dansende karakters. Ja, ja, maar dit was niet SpongeBob. En tekenstijl was niet SpongeBob. En natuurlijk, je mag een ander stijl proberen. Maar dit had dan vervolgens weer helemaal niks met SpongeBob te maken. En dat je dan ook nog van die live-action mensen erin knalt. Ja. Ja, maar, hij was... Er was van plan om later uit te komen? Ja, hij is dus gelekt. Oh, volledige film. 80 minuten. Dat komt toch bijna nooit voor? Gewoon een volledige film, maar wel. Ja, of ze zeggen van we scrappen het gewoon en we laten het lekker boeien. Maar ik had laatst ook iets gelezen. Van Halle Berry volgens mij, die speelde ook in een film of in een serie of zo. En die is ook gewoon volledig gescrapt. Hmm. Dan vind ik het nog veel leuker dat je hem nou gewoon lekt via Twitter of zo. Dan dat je hem helemaal in een harde schijf ergens laat liggen. Ja, ja. En misschien is dat bij SpongeBob ook het geval. Maar hij was echt slecht, man. Ik had hem iets van 1,5 ster geven of zoiets. Dat is heel slecht. Ik heb trouwens wel een film gekeken. Ik heb vorige week Lift gekeken. Oh, van Kevin Hart. Ja, van Kevin Hart. En wat vond je ervan? Netflix. Ik weet niet. Het is leuk. Ja. Maar het is in één keer heel anders om Kevin Hart zo'n serieuze rol zien spelen. Mm. Dus die een serieuze crimineel is dan. Ja. Normaal is Kevin Hart toch gewoon van die comedy. En, Maar Fatherhood was hij ook een beetje serieus, toch? Heb je Fatherhood van hem gekeken? Nee, Fatherhood heb ik niet dat gekeken. Is dat hij zijn vrouw overlijdt en dat hij een single vader is. Oh ja, daar zit wel een beetje humor in. Maar het is ook een beetje drama. Het is niet per se echt het 1,5 21 Jump Street-achtige. Kijk, dat drama en zo, dat kan ik nog snappen, weet je wel. Maar dit is echt gewoon... Hij was een criminele mastermind en hij moest ook die houding van zo'n master thief moest hij ook aanhouden. Mm-hmm. Dus hij was heel serieus en... alles was doordacht, terwijl dat je van Kevin Hart altijd, zoals ik zeg, dat gauw van hem gewend bent. Ja, ik denk ook bij mezelf, misschien wil hij niet altijd als clown naar voren komen. Ja, natuurlijk. Ja. Hij wil ook eens serieus genomen worden. Ja, het is ook wel een leuke film en het is misschien ook wel een mooie stap, maar omdat het waarschijnlijk een van zijn eerste films is, waarin hij deze wennen voor je. Ja? Is even wennen voor ja, je. Ja, het is even wennen, inderdaad. Hoeveel sterren zou je hem geven? Ik denk wel 3 sterretjes. Ja? Oh, okay. Ik heb hem ook gezien. Hij zat al, ik heb hem niet gezien, maar ik heb hem op Netflix gezien. Hij zat al best wel hoog op lange tijd. Best wel bovenaan het lijstje van de beste bekeken films in Nederland. Mm-hmm. Maar ik zag ook dat de dingen erin speelt. Die Ursula Cabello of zoiets. Hoe heet zij? Carabella of zoiets. Carabello. Die Ursula, dat is die van La Casa de Papel, die in Tokio. Speelt hij er ook in? Ja. Of heb je een heel andere film gekeken? Hij heeft Lift gekeken met Abeltje. Ik herinner me... Die heet Abeltje, geen Lift. Ik ken haar wel, maar ze heeft haar lange haren. Oh ja, je dus kent nu haar in één keer zegt, denk ik, weet je wel van oké, ja, dat was zij. Maar zij speelt daar ook. Ik meen dat zij ook stappen probeert te zetten in de internationale markt. Ja, zij speelt daar. Want in een featurette spreekt ze echt goed Engels inmiddels. Dus het kan. Ja, in die film ook. Ik had niet in de gaten dat zij dat was. Ja. En we zijn bijna vergeten, ik lees dat nu even. Ja. Je hebt de film wel gekeken. Je hebt Skotu gekeken. Jullie zijn naar Skotu gegaan. Ja, we zijn naar Skotu, We waren door Independent Films uitgenodigd voor de persvoorstelling van Skotu. Mm-hmm. Ja. En we hebben de film gekeken. We hebben een special opgenomen. Zeker. Dus ik weet niet of ik hier nog ga vertellen wat ik ervan vind. Dan kunnen de mensen gewoon checken. Ja, maar kunnen ze dat vinden op ons YouTube-kanaal? Jazeker. Dat kunnen ze vinden op ons YouTube-kanaal. Ik ben niet mee geweest met jullie, want ik kon niet zo snel vrij krijgen. Maar buiten de film, hoe was de première? Nou, ik denk... het is natuurlijk voor ons ook de eerste keer dat we zo'n persvoorstelling zijn geweest. Mm. Maar er waren volgens mij 2 voorstellingen. Ja, klopt. Want wij zagen eerst een hele groep mensen uit een zaal komen. We dachten van... Ja, want er draaien meerdere films. We dachten van, zo'n andere film zijn. Maar we zagen de regisseur en een van de producenten zagen we er ook. Er waren 2 groepjes. En wij zaten vervolgens bij de tweede persvoorstelling. Ja. En daar waren wij en nog 4 andere mensen. Nog 4 andere, Ja. Oh, het is niet zo dat je een volle zaal hebt gezeten of zo? Nee, omdat er meerdere voorstellingen waren. Ja. Bij de eerste zaten er wel meer mensen. Ja. Daar zat ook de regisseur en de producent bij. Een van de producenten. We hadden ze ook graag voor de camera gewoon een paar vragen willen stellen. Maar zij zaten bij de eerste en zij gingen na de eerste voorstelling gelijk weg. En wij hadden hem nog niet gezien. Dus wat gaan we vragen voordat we de film hebben gezien? Ja, dat is ook zo. Maar jullie hebben ook helemaal niemand... Wat vind je van de poster? Weet je wel, Maar jullie hebben ook helemaal niemand gesproken. We hebben genoeg aan elkaar, man. Zeker. Nee, maar waarschijnlijk doen ze gewoon een hele blok afhuren. Ja. En dan mensen verdelen. Ja, en dan gewoon even kijken welke zaal er beschikbaar is. En dan vullen ze dat aan. Ja. Maar
Ja, dat was een beetje wat we allemaal hebben gedaan de afgelopen 2 weken. Ja. Laten we gewoon beginnen met de eerste titel. En dat is een serie over de cocaine godmother Griselda. Hombres. Hola. 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 Dat is Mexicaans, dat is niet Colombiaans. Shit. Shit. Oh, ja, maar het is wel Spaans, toch? Maar het is wel Spaans. Ja, ja, Spaans, ja, ja. Mexicaans. Ja, ik kan me beter moeten inlezen, man. Ja, je, Colombiaans. Je kan iets van J Balvin zingen. Als je dat... J Balvin. Dat zou kunnen. Nee, Griselda is uit op Netflix, jongens. Ja, man. Kunnen jullie het opschrijven in 1 woord misschien? Hakan? Verraad. Verraad? Ja, man. Oei, oei, oei. Charmus. Ja, nee, zal ik even vertellen ook aan de luisteraars en kijkers waar Griselda over gaat. Want Griselda Blanco, dat is een zakelijke vrouw met een masterbrein eigenlijk. Tegelijkertijd ook een familievrouw, want ze heeft kinderen thuis. En het is een beetje over haar leven van de uprising in Miami in de jaren 70 en 80. En uiteindelijk wordt ze een van de grootste drugskartels. Gaat ze leiden. Dat is het een beetje. Ja. Wat had je vooraf verwacht, Oroen? Ja, ik had eigenlijk verwacht iets als Netflix Narcos of Narcos Mexico. Ja. Maar het was niet wat ik had verwacht. Nee? Nee, het was heel erg, hoe noem ik dat? Mild. Heel erg. Mild? Verheerlijkt. Mm. Maar daar komen we zo op terug. Laten we even ook naar de mening van Hakan. Hakan, wat had je vooraf verwacht? Ja. Ik had bij Top en Flop zei ik dat het zal gaan floppen. Ja, we hebben alle drie gezegd trouwens. Alle drie hebben het zo floppen gezegd. Maar ik ben zeer verrast. Ik vond hem echt leuk. En het was niet zoals Narcos inderdaad. Want over dat soort films zijn er al meerdere films uitgekomen. En hetzelfde met Pablo, weet je. Ja. Dit was Pablo echt, gesproken, hè? Pablo was wel... Zij zat Pablo, in die, Pablo in die was bende. Wel, maar Pablo was wel... De enige vrouw waarvoor hij schijnbaar bang was, was Griselda Blanco. Ja. Nou, dan doe je het goed. Dan doe je het wel goed. Ja. Maar Griselda heeft ook bij Pablo in de bende gezeten. Ja, allebei komen uit Medellin, toch? Ja. Medellin kartel. Ja. Dus ik vond hem echt leuk. Gewoon, Ik heb ook... Ja, hoe zou ik het zeggen? Ik heb een beetje... Wat had jij vooraf verwacht? Sorry. Vooraf, ja. Ja, oh, leuk dat je vraagt. Nee. Ja, goed. Nee, er is heel veel, naar mijn mening, marketing tegenaan gegooid. Kan dat kloppen? Ja, maar toen wij naar dingen gingen, zagen we langs de snelweg. Langs de snelweg ook. Ja, maar daar wordt ook heel vaak reclame gemaakt. Maar... Ja, maar ook gewoon in het algemeen toch. Ik zag hem ook, volgens mij op internet zag je ja, toch ik zag ook van, ja, dat soort dingen. Komen, ik heb hem, of, ik weet niet of het sluikreclame is, maar ik zag ook een filmpje op internet. Ja. Op Dumpet of zoiets. Ja. En dan viel zo'n jongen of zo'n meisje of zo. Maar dan zag ik hem op de achtergrond in een bushokje. juist. Goede marketing. Ja, weet je... Ik weet niet. Dit is persoonlijk iets van mij. Maar ik ben een beetje klaar met dat drugs en dingetjes allemaal. Ja, je wilt afkicken. Ja. Ja. Oh, je wilt de serie. Ja, je ziet ook aan mij. Ik ben hier helemaal aan het trillen zo. Ja. Afkikverschijnselen. Nee, ik weet niet, man. Ik ben echt een beetje klaar met die storylines. Van, zoals je zegt... Je zei net van, het is niet zoals Narcos. Maar ik heb wel het idee soort van dat het weer die kant op gaat. Narcos, El Chapo, Pablo Escobar, dat soort dingen. Ik weet niet, man. Weet je wat ik had vooral? Het is heel erg braaf in de zin van moordscènes en zo. Die zijn dan al soort van gebeurd. Als het een brute moord is, is het al gebeurd en dan ligt het buiten. Ja. Maar buiten dat wordt haar lifestyle zo van ook van verheerlijkt. Ja, alsof een ideaal leventje. Ja, en dan van gooit ze gewoon geld van ik ben goed voor jullie. Doe je nagels, doe je jurken en dit en dat. Ik en weet dan, niet. Het hele drugsleven wordt door Netflix wordt wel een soort van verheerlijkt inmiddels. Ja, en ik zit daar een beetje soort van... Ja, niet in de knoop mee. Niet dat ik er niet kan van slapen, daar niet van. Maar, nee, het maar, is echt de drugs. Nee, ja, het is echt de drugs, trouwens. Nee, maar ik weet niet. Het is dat verheerlijken van... Want ze heeft wel mensen vermoord, dat soort dingen. Ja, dat klopt. Maar ze staat toch weer van... Wauw, kijk haar, de queen, dit, dat. Maar op dezelfde... platform als Netflix heb je dan wel weer een moordenaar die een paar mensen vermoord.
En die is dan wel heel erg. Dat is de Psycho, weet je wel? Dat vind ik dan ook weer... Maar Netflix is ook heel erg raar, hoor. Ja. Want normaal gesproken zouden ze hier 8 seizoenen van maken. Precies, ja. En nu hebben we maar 6 seizoenen en het is ook gedaan. Want aan het einde zie je ook een epiloog, weet je wel, van Griselda is op de pub leeftijd overleden. Dus daar komt gewoon niks nieuws aan. 6 seizoenen of 6 afleveringen? 6 afleveringen. Nee, maar normaal gesproken zouden ze gewoon 10 afleveringen maken. En nu opeens denk je van, ja, we doen maar 6 afleveringen en dan het is gedaan. Met een epiloog is het wel een soort van dingen. Netflix is ook aangeklaagd, hè? Ja, door de familie, En Sofia is aangeklaagd door de zoon van Griselda. Ja. Die heeft ze aangeklaagd. Want ja, ik weet niet wat precies de reden zit. Maar ja, het zal wel zijn, weet je wel, van ja, waarom zet jullie mijn hele familie open en bloot? Michael Corleone heeft ze aangeklaagd. Want, wat? Ja, zo heet ze zo. Echt? Ja, maar dat is ook de enige die nog leeft. Michael Corleone. Die anderen zijn overleden. Maar speelt hij ook in de film? De laatste 2 afleveringen of zo is hij geboren. Ja, oké. Want die andere 3, die zijn dood. Die zijn, terwijl Griselda Blanco vast zat, zijn die schijnbaar geliquideerd. Ja, als wraak. Ja, gewoon ook haar sentence zwaarder maken of zoiets. Ja. Maar zijn er nog opvallende dingen geweest, Hakan, die je hebt gezien? Iets, een specifieke scène of actrice? De scène dat die vrouw die drugs moest afgeven, dat vond je opvallend, hè? Oh, nee. Ik moest even denken, hoor. Denken. Oh, dat was wel een opvallende scène. Je krijgt flashbacks. Maar echt iets. Oh, jee. Kan iets heel goed zijn, maar kan ook iets heel slecht zijn. Hè? Gewoon iets opvallends. Dat het echt opvalt. Ja. Niet echt specifiek, weet je. Ik heb de film wel gewoon... De serie heb ik... ik heb de eerste 4 afleveringen heb ik gekeken. En... nee, echt specifiek dat iets opvalt niet. Maar zoals Orden al zei, bijvoorbeeld, als er een moord is wanneer iemand wordt neergeschoten, dat zie je wel. Ja. Maar bijvoorbeeld die scène dat ze dat huis binnenvallen, zijn huis verbranden en dat ze dan die 3 lijken vinden. Dat soort dingen, dat zie je niet. Dat is echt die gore momenten, die laten ze niet zien. Ja, het is echt maar het is wel dat ze echt op binnenkomen. En dat op zich is Mokro Mafia wel beter, toch? Mokromafia zie je gewoon... daar zie je alles. Maar dat is ook een soort van voor de jeugd van... Hey jongens, daar zie je gewoon de ontwoording, de verkrachting, alles zag je daar. Ja, het is wel gewoon... Ja, als je een boodschap wilt overbrengen, dan doet Mokromafia van, het is niet alleen maar leuk en heel veel geld. Ja. En zo, dat soort dingen. Het is een beetje verheerlijk. Iedereen volgens mij is er zelfs een TikTok-trend soort van ontstaan, toch? Door Griselda. Ik weet niet. Allemaal van die vrouwen die... Er is zo'n trending of zo. Vrouwen met bontjassen en zo op TikTok. Oh ja, van die diva's. Van die mobster, mom-type fashion. Uiteindelijk vergiftig je gewoon alle kinderen en ben je gewoon mensen aan het afslachten. ze kunnen het verheerlijken wat je wilt, maar je bent nog steeds een crimineel. Als het een man was, uiteindelijk wilden ze die kinderen toch het beste toekomst geven. Ja. Heeft ze goed gedaan. Heeft ze heel goed gedaan, job well done. Maar het is toch ook altijd hetzelfde. Gewoon die hebzuchtigheid, wat gewoon dood altijd. Don't get high of your own supply. En gevaarlijke wereld. En die message, die underlying message is gewoon altijd hetzelfde, joh. Ja. Ja. Maar hier nou ook achter. Wat zien we achter? Dat is dat ze die 1 kilo probeert te verkopen om een start te maken in Miami, zodat ze dan daarbuiten blijft. Ja, door de hebzucht. Aanhouden wind, hè? Maar wat mij wel opviel was, Sofia was ook lijntjes aan het snuiven in de film. Ja. Ja. En in het begin was ze daar totaal niet mee eens. Want het is nepcocaïne wat ze echt aan het snuiven is. Toen zei ze, breng je echt eens achteraf zegt ze wel, het was het wel waard. Dat ze dat echt heeft gedaan. Oké. Okay. Oh, gewoon korte dingen. Ja, gewoon... film is, ja. Ja. Want tijdens de film wou ze dat helemaal niet. Ze wou daar niet bij betrokken zijn, ook al was het nep. Ja. Maar achteraf zei ze wel, het was het wel waard dat we dat echt hebben gedaan. Ik kan het totaal niet echt serieus nemen. Ze heeft wel schijnbaar urenlang in de make-up gezeten. Ja, 3 uur klopt, of zo. Klopt, ja. Elke dingen is dat ze echt urenlang in de make-up. Klopt. Maar ze springen ook echt van jaar naar jaar in één keer. Ja, ik heb heel die sitcom gekeken. Modern Family. Ja. En daar speelt ze gewoon de grappige... Ja, moeder, weet je wel. Heel andere dingen is dit. Ja, klopt. En nu is ze gewoon... Ja, nu is ze de drugsbaron. Ja. Nou, dus. Voor de rest, de setting en zo vond ik wel echt vet. Ja, gewoon die vibes. Gewoon, die maar ze is ook wel heel vaak weggekomen met dingen, jongen. Ze heeft een beetje geluk gehad van haar uiterlijk, denk ik, destijds. Ja. Die man zegt zo, ik ga jou niet neerschieten, want ik ben een gentleman. En dan een dag later of zo wordt hij zelf doodgeschoten. Ja. maar ze zeggen ook gewoon heel vaak, zeggen ze in de film, weet je wel, de meeste dingen waar jij mee wegkomt, dat is, je komt, je borsten en dat mooie kopje van jou. Daardoor kom je met heel veel dingen weg. Klopt toch? Ja, klopt. Gaan we naar de conclusie en rating, jongens?
Nee. Of heb je nog wat te melden? Nee. Ik vind... ja, series is een beetje altijd moeilijk om te praten. Omdat het verlengd is uit 6 of 10 afleveringen of zoiets. Ja. En dan is het moeilijk om een specifieke punt aan te kaarten of wat dan ook. Klopt. Maar ik... gewoon een drugstory weer, hè? Alleen dan wat verheerlijkt. Want schijnbaar zijn ook alle feiten niet echt. Hè. Ze zeggen nu al van bijvoorbeeld dat ze veel snuifden is wel waar. Mm. Maar dat telefoonseksscène bijvoorbeeld, dat is niet in werkelijkheid zo gebeurd. Dat is een beetje verheerlijkt. Voor Hollywood. Ja, het is heel erg voor Hollywood. Maar een niet goed voor de jeugd. Nee, niet goed. Nee, dat sowieso niet. En moet mensen die het nog niet hebben gezien, zouden die de serie moeten kijken? Wat denk je? Jawel, man. Die nu op het randje van twijfel staan. Zal ik de business instappen of niet? Of niet? Ja, als je dit kijkt, dan stap je sowieso de business in. Ja. Nee, het is wel gewoon leuk om naar te kijken. Maar het is wel gewoon steeds... Het is wel gewoon een soort van Narcos, alleen dan braaf. Ja, en als je Narcos 6 seizoenen hebt gezien, dan is dit een beetje een ding. Maar ja, tegelijkertijd, consument is tegenwoordig ook wel erg simpel. Dus ze vermaken zich, klopt. Ja, maar dat is echt zo. Pak die cijfers er even bij. De cijfers? Ja. Ja. Ja, aan de cijfers zien is het... Kijk, het is niet slecht. Kijk, IMDb geeft het een 8, Tomatometer geeft het 88%. En audioscore is ook gewoon 85%. Het is niet slecht, het is verheerlijkt. Het is wel gewoon weer hetzelfde. Ja. Maar ja, 85% audioscore. Ja. Mening is, of mijn cijfer is dan 3 sterren, man. 3. Haken. Ja, ik geef het een 3,5. Een 3,5? Ja, man. Kijk. Nee, zoals ik... Weet je wat het ook is? Dit is echt op een juiste moment uitgekomen. Een vrouw, ze is de queen, soort van in deze tijd, toch? Beetje. Ja, maar dat zie je daar ook heel vaak terug, dat ze wordt afgewezen omdat ze een vrouw is. Hè? Precies. Dus ik denk dat dit ook nu een ideaal moment is om het nu uit te brengen. Kunnen we Barbie plaatsen? 100%. Nee, man. We hebben dat uitgevonden, joh. Ja, man. Ja. Nee, ik ga zelf ook voor een 3. Ja, 3,5. Zullen we voor een 3 gaan samen? We gaan voor een 3. Griselda, die te streamen is op Netflix, krijgt van ons gemiddeld 3 sterren. Tweede film vandaag. Ferrari. Ik denk dat een Ferrari rijden wel ieders jongensdroom is. Nee, schijnbaar is Ferrari heel veel elektronische problemen. Je hebt ervaring mee, zie ik. Nee, maar schijnbaar is... maar het is wel zo dat Ferrari gaat echt gewoon puur om die status en zo. Die feeling, ja. Mm. Nou, niet per se feeling, de status. En dan voor de rest is het al schijnbaar een rammelbak. Ja, kijk, we hebben ook Ferrari. Wel mooie auto's, hè? Zijn wel mooie auto's. We hebben nu Ferrari gekeken, maar Ferrari was eerder dan een Lamborghini. En je weet wat de Uitvinder was... van Lamborghini... Ja, als auto zijnde. Hè? Lamborghini was eerst als tractor. Een trekker had veel meer vermogen, tracker, toch? Maar je weet wat de uitvinder van Zullen we het over de film hebben? Ja. Waarom? Ferrari, Ferrari is toch... Ik kan gewoon die quote even erin gooien, van Ford, man. Jezus, nee. Maar hij reed zelf wel een Alfa. Oren zei net, Ferrari rijden voor de status. Maar de uitvinder van Lamborghini zei, een Ferrari rij je als je al iemand bent. En een Lamborghini rijdt... Nee, Ferrari rij je als je iemand wilt zijn. Lamborghini rijden als je al iemand bent. Goed. Dat kan op een tegeltje. Tegelswijsheid. Ja, een flinke tegel. Een tegeltje. Wat vonden jullie van de film in één woord? Snel. Gebalanceerd. Balans. Jij? Ja, slaapwekkend. Slaapwekkend. Ja. Hakan, als jij nu even begint met waar de film over gaat. Waar de film over gaat? Ja. Nou, de film gaat over Ferrari Enzo. Enzo Ferrari. Dat is de uitvinder van Ferrari. En heel kort, de film gaat eigenlijk over zijn leven en hoe druk hij bezig is met het ontwerpen van een raceauto. Waardoor hij eigenlijk bijna de auto voor de consument bijna laat gaan. Dus het is ook op het moment dat hij echt bijna failliet gaat. Daar hebben ze het over in de film. Ja. Dat is even kort maar krachtig. Mag ik iets bij zeggen? Ja. De film is toch alleen... Een jaar uit zijn leven. Ja, het is vooral gefocust op het moment dat de Mille Miglia moet beginnen. Ja. Niet een hele biopic, zeg maar. Nee, dat eigenlijk. Niet. Is echt dan gelijk beginnen met wat dat je vooraf verwacht, toch? Mirza. Wat ik vooraf had gewacht. Ja, ik heb natuurlijk de trailer gezien en ik had veel van verwacht of zo. In de trailer werden ook de races uitgelicht en dat soort dingen. Ja.
het verhaal kende ik al een beetje. Laat ik het zo zeggen. Ik heb het ooit ergens gelezen. Dat soort dingen. Op een tegeltje. Op een tegeltje toen ik aan het scheiden was ergens. Je bent pas een persoon als je een persoon bent en dan een Ferrari. Als je een Lambo rijdt. Ja, weet ik. Zoiets. Nee. Lambo Ferrari of zo. Nee, en Adam Driver. Hè? Ja, dat is, Adam Driver, ja. Ja. Onze Uruguayaanse vriend. Hij lijkt echt dat hij op al die gasten van Society of the Snow. Of niet, hè? Wat had jij vooraf verwacht? Ik had... ik heb ook de trailer gezien. En ik zag heel veel race-scènes en dat soort dingen. Maar uiteindelijk viel het reuze mee. Want het was heel veel testrit-scènes. En dat viel me eigenlijk best wel tegen. Dus, nou, daar wil ik even op aanhaken. Want ik had juist vooraf... vooraf verwacht... Ik had een leuke film verwacht. Geweldige film. Het was ook wel goed. Maar who the fuck is Laura Ferrari? I couldn't care any less. Elke keer, er is gewoon zo'n leuke scène van... Dan zijn ze aan de auto aan het sleutelen. Zijn ze met de timers zo bezig. En zijn ze aan het testen. En dan denk je van yes. Het is een soort van eigenlijk Ford versus Ferrari. Alleen dan een Ferrari box. Ja, en dan misschien een paar eras daarvoor. Weet je wel, zo'n soort setting. Maar dan gaat die wildheid fucking naar Laura Ferrari. Boeit me echt niet in de reet wat zij heeft gedaan, joh. Er zijn miljoenen mensen die scheiden. Interesseert me geen in de reet. Ja. Maar het is... Dat stukje is het voor mij echt verpest. Ik had echt elk moment als ik kijk naar die film... Ik zie gewoon lekker race, huppel de pup en gaat goed. Gaat hij weer over naar haar en dan denk ik echt weer van... Ja, jongen, echt. Ik zet hem zo weer af, jongen. zij heeft voor mij heeft ze die hele experience verpest. Ja, die scènes, daar had ik al helemaal niks mee, wat jij precies al zei. Maar alleen, ik weet niet, man, ik kon ook niet in die film komen of zo. Ik zat echt een beetje met moeite naar die film te kijken. Ja. Nou, maar Laura is wel een belangrijke schakel geweest. Zeker. Want zij zou dat geld innen, soort ja, van. Ja, dan zou Ferrari failliet gaan. Ja, maar uit coulance, zo weet ik veel, omdat ze nog een hart had, blijkbaar, maar, kon ze het geld terugleden. Maar kon ze dat stukje niet gewoon schrappen of zoiets? Ik weet niet. Gewoon, het had meer action-packed kunnen zijn als het gewoon echt zoals Ford versus Ferrari gewoon echt alleen maar om die auto ging. En dan het hardheid van Enzo Ferrari en dit en dat. En dan die stukje van Laura Ferrari dat ze misschien failliet gaat gewoon even over de telefoon of zoiets. Dat ze even inbelt en zegt van, hey, luister dan, ik pak even die check. Als je failliet gaat, ja, jammer dan. Ja, maar zijn leven is niet alleen maar racen dat geweest. Nee, hij heeft ook klopt. Wel meerdere dingen meegemaakt en dat soort. En dat moet wel toegelicht worden dan, zeg maar. Klopt. Voor mij, alle scènes waar geen motorgeluid in zat, was best wel saai. Ja, inderdaad, dus dat had ik ook. En die ongeluk ook, gewoon, ik weet niet man, echt heel goedkoop. Ja? Ja, maar wat wil je? Ja. Ik vond die crash. Nee, maar wacht, dan wil ik even aanraken. Je zegt die ongelukscène is goedkoop. Schijnbaar hebben ze natuurlijk niet die echte Ferraris gebruikt, dat zou super zon zijn. Maar ze hebben vervolgens, alle auto's die in de film zitten, zijn handmade door een externe partij. Die hebben de schijnbaar 3D-scans afgenomen van de echte Ferraris. Die hebben ze één op één nagemaakt met de hand. Met glasstofvezel, ook wat in die Formule 1-wagens zitten. Yeah. Afgewerkt met aluminium. Gewoon voor de looks. Yeah. Maar ook gewoon dat het betrouwbaar en rijbaar is. En vervolgens hebben ze een volledige metalen auto's gemaakt voor die crash-scènes. Yeah. Mm. Dus die crash-scène dat die rolt en tegen de muur aanknalt. Of dat die, weet ik veel, ergens tegen een rots aanknalt. Of dat die vliegt of weet ik veel wat. Dat is allemaal met echte auto's gedaan. Yeah. Die gewoon handmade zijn. Dus het is niet goedkoop. Die auto's waren niet goedkoop. Het zag er misschien goedkoop uit. Laat ik het zo. Ja, dat kan. Ik denk kan. Echt wel van dingen, man. Ze vlogen echt vol uit die auto's toen. Ja, dat zag je wel. Echt iedere maar keer, wat voor bescherming had je toen? Driver's seatbelts hadden ze volgens mij toen niet, hè? Nee, volgens mij ook niet. Je had gewoon een lekker jasje aan. Maar moet je nu kijken, man. Zo'n auto van Romain Grosjean, die fikt helemaal uit. En die man die stapt gewoon uit. Ja, die stapt gewoon 30 seconden later stapt hij uit. Dus niks aan de hand. Hij heeft alleen zijn vingertop had die verbrand of zoiets. Maar dat is gewoon door die handschoenen. Maar voor de rest had hij zo'n pak aan die vuur afweert en noem het maar op. Ja, maar er zijn wel meerdere ongelukken geweest zoals dat. Ja. Maar je zag ook gewoon echt inderdaad dat die nieuwe chauffeur die komt dan en zegt, ja, ik kom solliciteren als ik wil de race business in als racer. En op een gegeven moment zegt Enzo ook zo van, ja, maar ik zoek geen chauffeurs. En dan nog in 30 seconden later crasht hij en dan ziet dat poppetje alweer vliegen. Ja, dat was wel cru. Maar ja, destijds stapte ze ook op die manier in die auto. Ja, dat klopt. En dan zei hij ook, weet je wel, van kom maandag maar langs op kantoor. Dan had hij me in één keer nodig. En uiteindelijk gaat hij ook een flinke crash. Eerst voor die Mille waren ze ook vooral bezig met timer en zo. En dan hoorde je ook Fangio. Ken je die nog? Fangio? Ja, hij is van 5 keer wereldkampioen Formule 1 geworden. Dat vond ik wel leuk. Die hoorde je voorbij komen. Ja, maar toen,
Dat was, welke jaar waren het? Was dit 47 of zoiets? Ja, ja, net na de oorlog, 1919 ja. Nog wat. 70, nee, wanneer begon Formule 1 eigenlijk? Formule 1 bestaat nu 75 jaar, toch? 1950 begon Formule 1. Okay, ja. Dus hij is dan al een soort van coureur geweest. En dan later begint hij dan waarschijnlijk met Formule 1. En pakt hij 5 keer de wereldtitel. Ja. Twee meer dan Max. Maar toen was het ook wel iets makkelijker. Dan had je 5 races in een Grand Prix seizoen. En ja, maar er waren ook maar 15 races. Of zo. Ja, dat zag ik. Nee, maar in het begin was het iets van 5 races of zoiets. Ja, je ziet ook races, gewoon, hij heeft gewoon 50 titels op zijn naam. 50 keer nummer 1, weet je wel. Maar wel 5 keer wereldkampioen. Maar in die tijd was Ferrari toch altijd al... eigenlijk wel een van de enigste spotwagens. Ferrari was altijd zoveel mogelijk power in die auto's. Ja. En toen kwamen al die regels met Max. Maximaal zoveel cilinders en zoveel cilinderinhoud en noem het maar op. En maar vroeger was het gewoon V10 en meeste het wordt vermogen. Ieder jaar wordt steeds veiliger en veiliger. Ja. Hoeveel crashes heb je dit jaar echt gewoon... Hoeveel crashes heb je de afgelopen paar jaar gezien dat echt mensen overleden? Er zitten wel crashes, maar niet dat mensen overleden. Echt... Volgens mij was die stiefvader of zoiets van... Ja, sorry, de Formule 1 vind je saai, hè? Ik kan er niet over mee praten, maar... Volgens mij was de stiefvader van Leclerc, volgens mij de laatste... Of stiefvader of zoiets, ik weet niet meer wat het was. Formule 2 en zo, dat heb je nog wel. Formule 2 nog wel. Ja, daar had je nog die Belgische of Franse jongen volgens mij. Spa-Francorchamps was overleden. Oh ja, klopt. En dan Gilles Hubert of zoiets was het. En dan een jaar later of zoiets nog één iemand, toch? Daar ongeveer op dezelfde plek. Ja. Nou, daar gebeurde nog wel, maar die auto's en dingen, ja. Was toch een goede vriend van... Esteban Ocon, van... volgens mij. Oh nee, Pierre Gasly. Ja, van Gasly. Ja. Die was ook echt een keer boos toen die trekker over de dingen reed. Maar laten we doorgaan. Opvallende dingen uit de film? Opvallende dingen? Ik vond een beetje opvallend dat in het begin werd je soort van ingegooid. In het diepe. In het diepe. Ja. Ik wist wel sommige dingen uit het verleden wat er is gebeurd bij Ferrari. Zodat hij zijn zoon had verloren. Maar als je dat niet wist... Hij komt in één keer bij een graf. Maar niet gelijk in het begin. Ja, maar er wordt wel later soort van uitgelegd, toch? Ja, later. Maar je zit dan wel van... Who the fuck is this guy? Ja, maar ook... gaat ook Italiaans schelden, toch? Who the fuck is this guy? ook bijvoorbeeld die moeder. Dat ze dan wegloopt bij het graf met een... Volgens mij een assistent, weet ik veel wat. Dat ze zegt, de verkeerde zoon is overleden in de oorlog. Ja. Denk van, waar komt dat vandaan, weet je wel? Dat soort dingen. Ja. Dat vind ik misschien een beetje jammer dat het dan niet uit is gelegd of zo, weet ik het. Maar je had eigenlijk een volledige Enzo Ferrari verhaal willen horen. Op in plaats wel, van die. Misschien was dat ook interessant geweest. Ja. Dingen vond ik echt goed eigenlijk. Hè? Die Penelope Cruz, die Laura Ferrari speelde. Ze was echt goed. Ja. Maar tegelijkertijd, I don't fucking care. Maar weet je wat ik nog moois vind daar? Of bij die Laura? Enzo had een kind verwekt bij... Zijn minares. Ja, klopt. Piero werd geboren toen. Piero. En zij leende dat geld terug aan hem van... Zolang ik leef, wil ik niet dat Piero de naam Ferrari krijgt. Zij overblijft dezelfde... Ja, Piero wordt aangenomen tot de familie. Ja, en Piero is ook dingen nu, toch? Hij is nu chairman. Hij is chairman. Van, ja, hij heeft iets van 10% aandeel en dingen. Wat een vermogen van 7 miljard dus oplevert. Dus het is gewoon koekoek Laura. Laura heeft ook die dingen toch afgestaan destijds ook in die film ook inderdaad. Ja. En die Piero die wilde heel graag een handtekening van even kijken, hoe heette die gozer? De Portega. De Portago was het toch? Of Portago. Portago. Maar die voorstelling was ook wel nice, man. De voorstelling daarvan. Ja. Dat is gewoon zo'n ding dat heel de tijd terugkwam in de film. Ja. En dan uiteindelijk krijgt hij hem en dan weet je wat er gaat gebeuren. Ja. Kun je zelf al invullen. Nee, ik heb... die crash wist ik dan niet. Maar ik heb heel vaak zo'n afbeelding gezien. En dat noemden ze de Kiss of Death. En ik wist nooit waarom ze dat noemden. Van coureurs, bedoel je? Ja, bijvoorbeeld. En dat wordt nu ook gewoon daar genoemd. Is blijkbaar ook heel bekend in Italië. Il bacio della morta. De morte, Kiss of Death. En dan zie je Alfonso... wacht, laten we even zien. Keukel inmonteren. Deze is gewoon echte... Ja. En die is gewoon best wel bekend, soort van in Italië, dat soort dingetjes. En dan wist ik niet dat het vanuit die film was, uit die, dat verhaal. Dat was wel nice. Nou, leuk. Hey, de Mille Miglia is na dat ene jaar in 1957. De Mille Miglia betekent ook letterlijk 1000 miles. Was de laatste editie in 1957. Tijdens de race kwamen 9 mensen om het leven, waarvan 5 kinderen. 3 dagen na de crash heeft Italië gezegd, we gaan niet meer racen over straat. Ferrari werd beschuldigd van moordslag, maar de zaak werd geseponeerd in 1961. Nu is er nog wel een Mille Miglia,
Maar het is meer een regelmatigheidsrally voor oldtimers. Daar heb je vast wel een keertje voorbij zien komen, toch? Ja. Die gasten dingen. Dus dat. Maar jongens, uiteindelijk, Ferrari versus Maserati. Wie heeft de slag anno vandaag gewonnen? Ja, Ferrari toch? Ja? Ja, Ferrari. Ja. Nee, maar dit soort gebeurtenissen, zoals wat je net uitlegde. Ik denk dat het wel een soort van een deel van de ontwikkeling is in veiligheid. Dus ja, als dat er niet gebeurd was, dan zou het misschien sommige dingen tegenwoordig niet zijn. Ja. Een soort van, het hoort erbij, weet je. Dat soort dingen. Ja. En sommige crashes waren ook matig, vond ik nog. Welke gaat toevoegen? Mocht harder. Nee, maar ik bedoel meer van, dan bouwden ze zoveel tension op en dan gaat hij van de bocht of zo. Ja, ja, dat, ja. Ja, maar conclusie en rating. Mag ik beginnen? Ja. Ik had in één woord had ik gezegd balans. In begin, omdat de race is heel erg, vond ik echt super vet. Maar de tussendoortjes, die dat... Lara fucking Ferrari, who the fuck cares? Yeah, man. Ja, die vond ik dan weer minder. En voor mij is het gewoon een steady 3. Dat is het eigenlijk. Moeten deze mensen deze film zien? Ter educatie, ja. Laat ik het zo zeggen. Yeah. Soort van. Maar... voor echt de film. Dit moet een goede gekke film zijn. Nee, dat dan weer niet. Totaal. Maar het is leuk om te weten, laat ik zo zeggen. Ja, ja, ik vond zelf... ik zal het even doen. Ja. dan komen we zo bij jou. Ja, ik vond zelf vond ik hem 4 sterren waard. Okay. Ik vond hem echt leuk. Mm. Maar het had een 5 kunnen zijn voor mij als gewoon... Ik kan het gewoon niks aan doen dat ze er was. Nee, maar ik vind dit soort biopics over geschiedenis, over grote figuren, vind ik altijd leuk. Het is echt ook gewoon goed gedaan. Adam Driver, prima, Enzo Ferrari. Zeker. Perfect uitgebeeld hoe hij in het echt was. Noem het maar op. Het was gewoon echt leuk. De races en zo waren gewoon echt nice. De atmosfeer en de edits en noem het maar op. Dat waren allemaal gewoon prima. Zonder Laura Ferrari was het misschien 5 sterren geweest. Maar ik geef het 4 sterren. En dan moeten de mensen die film kijken. Ja, het is leuk. Het is een leuke film. Ja. Tenzij je van motorsport houdt. Niet van motorsport houdt. Nou, ik hou wel van motorsport. Maar dit vond ik 3 keer niks. Als ik heel eerlijk moet zijn. Ik kwam echt gewoon... Ik kon de film niet inkomen, man. Ja, maar waarom? Waarom kon je er niet in komen? Ik weet niet. Het pakte mij niet. Ik vond het niet interessant of zo. En, maar wat was het dat voor heel jou? Veel, ja. Kijk, ik bijvoorbeeld heel veel Laura Ferrari was fucking saai. Maar, ja, maar wat was voor jou de aanleiding? Heel veel, ze praten heel veel. En dan ook dat rustige toontje, weet je wel. Weinig actie. Er gebeurt vrij weinig. Oké, okay, dus, kijk. Cijfer. Twee. Twee? Ja, twee. Nou, voor Hakan, een film zonder dialoog van jou. Pak gewoon een stille film uit 1920. Geen dialoog, alleen maar muziek. Dat bedoel ik niet. Er is gewoon te veel voor mij. Oké. Ik vind dat gewoon niet leuk. Dus. Ja, 2. Wat had jij? Ik had een 3. Ja, 3. Ik had 4. Doen we gewoon 3. Ja. Ferrari krijgt van ons 3 sterren. Yes. Jongens, het is tijd voor de snack. Snack van de week. Ja, en, ik heb de hele week al niks gegeten. De hele week. Je verwachtte hierop. Of 2 weken. Hebben jullie de film E.T. gezien? Zeker. E.T. Phone Home. E.T. Phone Home. Met die fiets. E.T. had ook een favoriete snack. Waarmee die jongen eigenlijk E.T. kon lokken. Kon lokken inderdaad. Kon beten. Weet je welke snack dat was? Nou, ik weet niet meer. Het was best een tijdje geleden dat ik E.T. heb gekeken. Hij legde echt zo'n spoortje legde hij achter, waardoor E.T. er steeds dichterbij kwam. Ik moet E.T. misschien vragen. Maar ik heb wel dat ik E.T. altijd gebruik als soort van belediging. Reese's. Was het Reese's? Reese's Pieces. Dat is net als die net als M&M's. Alleen Reese's dan met, Puff. Reese's met, Puffs. Peanut butter. peanut butter candy in een crunchy shell. Reese's is echt lekker, man. Ik heb het nog nooit gehad. Maar hij gooit dus Reese's en dan lokt hij ze. Ja, hij legt gewoon overal zo een klein beetje Reese's. Want de eerste scène of zo, dan zie je E.T. door zijn tas heen gaan. En dan pakt hij alleen maar de snoepjes. Mm-hmm. Want je ziet is het sluikreclame? Dat zou kunnen, ja. dat kan maar zo. Reese's Puffs. Eat 'em up. Ken je die wine nog? Een handje vol. Ik zou gewoon een bierpaar gooien. Zo. Dat ging in één keer heel snel... Deze heb ik nog nooit gehad, hè? Ik heb alleen... Ik heb wel voor Reese's heb je die... Ja, die Puffs. Ja, die. Klopt. Dit is gewoon een Skittle-formaat M&M. Smarties, toch? Sorry. Doe een beetje denken aan Smarties. Ja, maar het smaakt ook tegelijkertijd naar M&M's, omdat het gewoon pinda aan zit. Ja. Ja, het smaakt naar die gele M&M's. Ja. Alleen dan met pindakaas. Nee, ik vond de gele M&M vroeger beter, ja.
Die M&M van nu, die slaat nergens op. Oh, je bedoelt die snacks? Oh, toen je zei gele M&M, ik dacht M&M van vroeger. Ja, ik dacht ook. Hij heeft die nieuwe track. Nee, maar... Reese's, is dat Amerikaans? Reese's is Amerikaans. Ja? Denk ik wel. Het staat erop dan. Reese's Pieces. Ja. Ja, jij vraagt wat erop staat. Tja. Is dit van Action? De Hershey Company. De Hershey's is volgens mij dingen. Hershey's is ook tegelijkertijd concurrent. Chocoladebar. Hershey's heb je. Ja, een concurrent van dingen toch? Van Mr. Beast. Maar deze heb je van Action of zo, toch? Nee. Deze heb ik via internet besteld. Oh, ja, want ik wilde bijna zeggen. Kijk, hier zit zo'n sticker overin. Ja, wat er overin en dat ik had dat toen wel heel vaak. Had ik toch dat gezegd. Zijn importstickers toch? Ja, dat zijn importstickers. We hadden het toen een keer over. Maar dat is goed dat die erop zit. Ik heb dit via een site besteld. En die had heel veel van dit soort dingen wat echt uit films komt. Oh, kijk. Dus ik kom toevallig op die pagina terecht. Ja. Nou ja, toevallig. Ik was wel een beetje op zoek, maar ik kwam toevallig op die pagina terecht. Dat ze echt uit heel veel films dingen hadden. Oké, ja. Dus, ja, dat is tof. Ja. Nou, ik dacht, waarom niet? Dat is wel lekker, man. Hij deelt niet met ons, dan pak ik van jou. Ja, daarom. Hij zit hele dingen te lezen. Dus nee, dat is genoeg, is genoeg. Ja, nee, ik ben ook, straks zit je weer... Nee, ik ben ook aan het ouwen. Nee, hier. Vier extra, de rest voor mij. Die is op de grond gevallen, die hoef ik niet. Die mag jij hebben. Nou, jongens. Reese's, lekker man. Wat vind je lekker? Ja, het is wel een soort van M. Het is wel lekker, maar het is ook gelijk een soort van M&M's alleen dan. Ik vind het een beetje onhandig eten. Onhandig? Ja, ik weet niet. Ja, licht toe. Dat vraag ik me af. Wat bedoel je daarmee? Ik weet niet, het plakt aan mijn handen als ik zo doe. Zo. Jij liet er ook net eentje vallen, ik weet niet waarom. Maar... Ja, oké. Okay. Omdat ze rond zijn. Dat soort dingen. Ja, omdat ze zo vierkant waren, dat hij een beetje. Kuft, dat plakt niet aan je hand. Ja. Nee, die komt ook niet uit, komt ook niet uit zo'n pakje. Zo. Ja, heel apart. Apart vergelijking, maar goed. Nee, sorry, dat was in één keer die frustratie. Dat je Reese's beledigd. Ja. Yes. Nee, ja, top. Akan, dankjewel. Ja, dankjewel. Sorry, ik stik bijna. Laten we door naar de volgende film. Yes. En dat is The Color Purple. We zijn aangekomen bij The Color Purple... Geen remake van de 1985 versie, maar wel gebaseerd op de musical. En de 85 versie is gebaseerd op het boek. Ja. Zeg ik dat goed? Maar musical komt ook van het boek. Oh, sorry. Wat zeg je? Maar de musical is ook gebaseerd op het boek. Ja, volgens mij wel. Dus, want ze kwamen allebei in 82 uit. Ja, precies. Heel raar. Maar in ieder geval, jongens, ik wil graag een woord van jullie. Emotioneel. Geen? Oh, ik dacht dat je zou zeggen... Oh. Jij dan, Purple. Dat is een woord. Ja, ik had eigenlijk ook emotioneel, maar... Nou. Ja. Oh. Nou ja, waarom? Ja, trauma. 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 Ik zeg brotherhood of sisterhood. Sisterhood. Yeah. Maar Odo, waar gaat The Color Purple over dan? The Color Purple gaat over twee zusjes. Die worden op jonge leeftijd van elkaar losgerukt. De een die maakt een verhaal mee en de ander maakt een verhaal mee. Focus vooral eigenlijk op één zusje. Ja, eentje, klopt. Ja. En gebeurt van alles en nog wat. En uiteindelijk, echte brotherhood, sisterhood, overwint alles. Ze komen weer bij elkaar. Nou, en alles is weer goed. Jaar. Maar in die tussentijd gebeurt er heel veel. Ja. Maar ik wil eerst aan jullie vragen, jongens. Wat hadden jullie vooraf verwacht? Of hebben jullie de 85 versie al gezien? Ik heb niet de 85 versie. Nee, ik ook niet. Nee. Jij wel? Nee. Ik heb er wel goede verhalen over gehoord, laat ik het zo zeggen. Ja, want hij scoort ook best hoog. Volgens mij hoger dan deze zelfs. Ja. Maar wat had je vooraf verwacht? Ik heb de trailer gezien en ik zag natuurlijk weer heel veel gezang. En ik hou daar niet zo specifiek van. Maar, sorry, ik onderbreek je. Maar... Je kunt wel zeggen, je bent er... Een soort van gewaarschuwd. Dat had ik bij de Hunger Games niet. Bij Hunger Games stap ik in en dan werd in één keer gezongen. En ik dacht, what the fuck? Jij zag wel iets van zang of zo. Maar je weet van tevoren dat dit een beetje een musical gaat worden. Klopt. Het is ook een remake van de musical. Ja. En daar keek ik een beetje tegenop. Maar ik weet niet wat het is als... ik denk dat het dansen ook heel veel deed, man.
Ja, maar dat deden ze bij dingen ook... Oh nee, bij dingen niet. Bij Hunger Games niet. Bij Hunger Games niet. Maar hier was het ook echt gewoon dans en die flow die zat er gewoon lekker in. Ja, dus, maar dit is toch gewoon Afro-American culture. Ja, maar dat daar is zit het meer ook, groove man. In, daar zit meer dat passie sowieso. In. Daar zit ook gewoon de frustratie en de pijn van een slavernijverleden ja, in. Klopt. En dat is ook heel mooi verwerkt in sommige liedjes. Ik, en Praise the Lord en dat soort dingen. Weet je wel, we zijn destijds heel erg... Die christendom is toch een beetje ingestampt. En dat zie je heel veel terug ook in dit verhaal. Maar, ik was verrast. Ik vond hem leuk. Ja? Ik heb flop gezegd. Wat had jij verwacht? Verwacht? Ja. Ja, wat ik echt verwacht dat het een musical zou zijn, natuurlijk. Veel liedjes. Ik heb hem op een heel andere manier gekeken, denk ik, als jullie. Met de ogen dicht. Nee. Ik heb alle liedjes geskipt. En dan is het echt een goed verhaal, man. Goh, wanneer ze begonnen te zingen, ging ik skippen. Ja, dat kan. Ja, dat is misschien een leuk alternatief voor jou. Of timestamps in de film, dat je gewoon kan overslaan. Ik kan daar echt niet tegen als ze beginnen te zingen. Zo. Het is niks voor mij. Ik heb ook wel 1-2 liedjes overgeslagen, hoor. Dat ook. Maar sommige heb ik wel gewoon doorgekeken. Ik ben wel een beetje teleurgesteld in je, dat je muziek hebt overgeslagen, man. Waarom? Want de muziek, executive producer van de film, Quincy Jones, was ook executive musical producer van deze film. Dus er zit een Quincy Jones groove in. Als hij had meegezongen, meegedanst, dan hij kan niet dansen, hij is een producer. Als hij had meegedanst, had ik wel gekeken. Quincy Jones, de man die ons, dat hij niet man, kan dansen. Die man heeft ons Oprah gegeven, die man heeft ons Will Smith gegeven, die man heeft ons Michael Jackson gegeven. En hij zit al 80 plus jaar in deze business. By the way, hij heeft ook een geweldige documentaire op Netflix. Als je hem nog niet hebt gezien, check hem. Hij zit al 80 plus jaar in deze business. Hij was 18 of zoiets toen hij begon. Of misschien 70 jaar of zoiets in de business. Hij was 18 toen hij begon. Hij is nu iets van 80 of 90 of zoiets. Dus ga er maar vanuit. Hij heeft wel gewoon... Als je die musical stukjes luistert... Ik vond het echt wel veel beter dan al die andere musical films... wat we afgelopen paar jaar hebben gezien. Oké, ja. Maar het is een soort van trend, of niet, dat musical films? Ja, dat is sowieso. Heb jij niet naar mijn Oscar-winning top 3 geluisterd vorige week? De tools die je moet gebruiken om een Oscar te winnen. Zeker. Daar stond muziek en dans muziek op één, en dans, ja, zeker. Maar ik hoop dat het nu afgelopen is, hoop ik, man. Ja, na deze film. Ja. Maar jij zei flop. Denk ik niet. Jij zei flop. Is het ook uiteindelijk een flop voor jou? Nee. Nee, dat niet. Je vond hem wel top. Ik vond hem zeker top. Het is een emotioneel en mooi verhaal. Wat het ook, zeg maar, maakt. Ik vind het wel soms bij films die details. Dat ze er moeite voor doen. De taal die ze spraken. Dat was ook niet echt de hedendaagse Engels die we nu kennen. Maar dat heel rare vervoegingen, dat soort dingen. Dus daar hebben ze zich ook op aangepast. Ja. Is you okay of zo, zeggen ze dat in één keer. Is dat you okay, soort, ja, dat soort dingen, weet je wel. Of mister, dat ze de naam niet eens weten. Juist, dat ze alleen maar mister zegt. Maar dat is wel toch weer een soort van... Ze hebben er wel echt moeite in gestoken. Ja. Dat vind ik wel mooi. En Hakan, die zei... Top. Is het uiteindelijk ook top voor jou? Jawel, man. Ja? Ik vond hem leuk? Ik vond het echt leuk. En ook hoe die mister gewoon op een gegeven moment weer verandert. Ja. Dat is een beetje weer zo'n feel-good momentje, weet je wel. Eerst is die weer aan de harde hand en is die agressief, gewelddadig. En achteraf, ja, je hebt de film gezien, je weet wat er gebeurt. Dat vond ik wel leuk, man, dat hij dat het zo afloopt. En wat vond je uiteindelijk van Mister? Van de acteur zelf? Coleman Domingo? Jawel, man. Goed? Hij was echt goed, man. Ja, maar Coleman Domingo, daar wil ik even over hebben. Want Coleman Domingo gaat op dit moment echt goed. Rustin, Oscar-nominatie, hè, voor Coleman Domingo. Vervolgens... lees ik vorige week dat hij de vader van Michael Jackson zal spelen in de nieuwe Michael biopic film. Okay. Bovenop dat krijgt hij ook de hoofdrol in de nieuwe film van Nat King Cole. De biopic over Nat King Cole. Die man is echt goed bezig op dit moment. Maar ook zijn performance in deze film was gewoon geweldig. Ja, man. Misschien niet Oscar waardig. Dan vind ik Rustin misschien nog wel terecht. Is dat, denk je, voorgekomen dat je 2 keer in een Oscar-nominatie staat voor 2 films? Zo? Dat zou gek zijn. Dat zou echt gek zijn. Dat je gewoon, weet ik veel, Coleman Domingo voor Rustin. Coleman Domingo voor The Color Purple. Dat zou geweldig zijn als je dat is overkomen. Maar ook wel dingen. Dion Cole speelde er ook in. Ik wist dat niet. Opeens ik kijk zo naar die ouders van die Seeley. Of die vader van die Seeley. Mm-hmm. Kijk zo. The fuck? Dion Cole. En Dion Cole is... ik vind hem echt geweldig. Hij is een van de schrijvers van de Conan O'Brien show.
Oh, echt? Ja, hij heeft ook zelfs heel veel sketches met het komen. Ja, gaan ze samen naar zo'n soul food restaurant, weet je wel? Ja. Beginnen ze met gravy. Hij zegt zo, a lot of gravy. En dan krijgen ze allemaal van die bowls of gravy. En dan gooien ze het echt over alles heen. En dan zijn ze klaar met eten, zo opgezwollen buik. Ja. En noem het maar op. Maar hij heeft ook een Netflix special. Als je een keertje tijd hebt, kan je best wel een Dion Cole special kijken. Ondertussen heb jij gekeken? Ja, ik kon zo 1, 2, 3 niet wat vinden. Ik denk dat ik wat langer bezig moet zijn. Maar, ik denk dat het nooit is voorgekomen, man. Zou misschien ook een beetje, zou je ook tijd hebben als een acteur zijn om een performance, Oscar-waardige performance neer te zetten als hoofdrolspeler in die film, maar ook een hoofdrolspeler in die film. Misschien en dat eentje, misschien in twee verschillende categorieën als best actor in leading role en supporting role. Ja. Of dat zou misschien kunnen, maar ik denk niet. En ik denk dat daar ook wel regels voor zijn, man. Wat waren opvallende dingen voor jullie? Ik had wel één scène waarbij ik echt zat van yes, nu komt het, weet je wel. De scène wanneer Suga. Ja, de zangeres. Zij komt dan terug met haar nieuwe man. En dan zit ze aan die ene tafel met iedereen voor het avondeten. En Sili, die is er helemaal klaar mee. Ja, en klopt. Ze gaat tegen Mister helemaal tekeer, weet je wel. Ja. En daarvoor zag je Sofia, die was dan in de cel geweest. Die zat er helemaal doorheen. En die begon in één keer te lachen. Dus zij kwam helemaal tot leven, weet je wel. Zij kwam ook zij kwam niet uit de trauma. Zij heeft ook echt een goede performance neergezet. Ja, man. Volgens mij is ze ook genomineerd voor iets. In dit jaar? Ik heb het lijstje hier, hè? Ze was genomineerd voor iets nog. Ik weet niet meer wat. Maak je een verhaal om af? Dan zoek ik maar dat, die scène vond ik voor mij een beetje een soort van een kanteling. Van oké, nu gaat het komen, weet je wel. En die scène sprong voor mij gewoon heel erg uit. Ja, maar daar stond de film ook in één keer om. Ja, was heel anders in één keer. Die film, want zij was in één keer zelfverzekerd. Ze had de eigen zaak in één keer van haar vader overgenomen. Ja, klopt. Zette eigen stappen. Maar toen, daarvoor, was het alleen maar een soort van een hulpje in huis. Ja. Ze werd mishandeld en dat soort dingen. Ze durfde helemaal niks. En op een gegeven moment slaat de maat vol, ontploffing. En toen zag je de ware persoon. Dat vond ik ook wel vet. Ja, maar, ik heb ondertussen Danielle Brooks, The Color Purple, best actress in supporting role. Ja. Kijk. Juist. Ze heeft ook goed gedaan, hoor. Ja. Zo. Er was één scène in de film dat werd achteruit afgespeeld. Ja, die ringen, die Afrikaanse dans. Ja, ja, dat viel me gelijk op. Toen ze op een gegeven moment, want ik zat te kijken, ik dacht, dat kan toch niet? Want ze hebben die doekjes vast. Ja. Mm. En normaal, als je met een doekje zwaait, dan zie je eerst de hand gaan en die doekje die volgt dat. Maar in deze film, het zag er vet uit hoe ze dat hadden gedaan. De doekjes, die hadden de leiding en die handen gingen er zo achteraan. Weet je. Ik denk, wacht eens even, daar klopt iets niet. Ja. Dat viel me heel gauw op, inderdaad. Wat mij opviel is, heel veel mensen die haten erop, maar hoe mooi de Afro-American culture hier bij elkaar is gekomen. Ja, man. Je ziet onder andere John Batiste, die heeft ook een eigen doc gekregen recent op Netflix, die ook gewoon volgens mij genomineerd is ook. Mm-hmm. Je ziet Her, de artiest. Je ziet Sierra als oudere dingen. Hoe heet die andere zusje ook? Celie en... Nelly. Zij komt terug als de oudere Nelly. Geproduceerd door Oprah Winfrey. Ja. Een Ghanese regisseur die inmiddels twee films heeft, maar twee Ghanese films die nu in één keer een Hollywood blockbuster, of ja, niet per se een blockbuster, maar gewoon een Hollywood Warner Bros. Film mag produceren. Muziek van Quincy Jones, executive producer Quincy Jones. Het is dan gewoon super tof hoe die hele culture bij elkaar komt om die culture ook gewoon te koesteren. Mm. Of ja, niet per se te koesteren, maar ook gewoon intact te houden, soort van. Zeker. En vind ik super tof. Neer te zetten, dat is, En gewoon die verhalen die verteld moeten worden, ook gewoon vertellen in die tijdsgeest. Op die manier. Vind ik echt super tof. Dat is wat mij vooral opviel. Ja. Als ik de hele cast en crew zo voorbij zie komen. Ja. Zelfs zo'n acteur als zo'n comedian als Dion Cole, die dan in één keer in zo'n rol kruipt. Ja, weet je wel? Nee, klopt. Hij scoort ook heel hoog, of niet? Ja. Ja, de eerste versie scoorde hoger. Ja? Oké. Okay. Ja, ik heb ook heel veel recensies gelezen van doe dit gewoon niet. De originele versie was goed. Nee, dit is gewoon slecht. Dat ook. Maar ook heel veel positieve reacties. Ja. En dat zie je ook wel aan de audience score. En die Halle Bailey die is ondertussen gestopt met muziek, heb ik het idee. Die doet alleen maar acteren, hè? Ja, was eerst met Chloe en Halle. En nu is het in één keer elke week eerst Little Mermaid, nu dit en dat. En dat. Ik heb ook gekeken, ze hebben al 2 jaar of zoiets geen muziek uitgebracht. Nou, ja. Dus, maar misschien ligt dit daar beter, toch? Ja, weet ik niet. Ik vond daar wel prima aan acteren, maar ze had wel een klein rolletje in deze film. Ja. Dus dat viel wel mee. Jongens, conclusie rating?
Dit is natuurlijk persoonlijk, maar... Je wilt aftrappen, bij ja, mij. Zal ik aftrappen? Ja, oké. Okay, ja. Zonder die, dat muziek toestand ertussendoor... 10, anders. Nou, ik zou serieus voor een 4,5 gaan, denk ja. ik. Echt. En nu? Maar ik ga nu voor een 4. Een 4? Ja. Dat is prima. Ja, ja, ja. Moeten er mensen kijken? Zeker, zeker. En misschien, om het te vergelijken, de 85 versie ook. Dat is ook wel leuk, ja. denk ik. Als hij zoveel positieve reacties heeft. Dus, Hakan, zijn we. En conclusie? Ik geef het een 4,5. 4,5! Ja, want ja, zoals ik zei, voor muziek en zo tijdens de film. Dat vind ik ook niet altijd denderend. Maar dit was, ja. Hij was goed. Ik vond hem echt leuk. Ja. Dus ja, ik geef 4,5, man. Moet er mensen kijken? Jawel. Ja, man. Ja. Ja. En ik heb zelf 3,5. Daarmee komt de gemiddelde op 4 voor deze film. Maar moeten er mensen de film kijken? Zeker. Echt een geweldige film. Leuke film. Mm-hmm. Ja, hou je niet van musical, dan is het dingen. Maar de musical dingen die waren ook best wel goed. Het is mooi om te zien hoe zo'n community bij elkaar komt. Kun je het een community noemen? Een soort van. Ja. Ja. Ja, ja. Hoe ze allemaal bij elkaar zijn gekomen om zo'n project tot leven te brengen. Ja. Moeten er mensen film kijken? Zeker. En daarmee heeft het gemiddeld een 4 gescoord. Ik had nog wel aan het einde... Mm-hmm. Ze komen close. Close? De Iron Claw was al bijna een traantje later. Oh, ja, ja, ja. ja en hier ja, ja, ook, ja, 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 weet je... Ja, ja. Hoe, ja, deze... hoe Mister in één keer zo turnt... en dan in één keer haar verrast met de zus. En... Ja. Ik had het niet verwacht van Mister. Maar dat ze hebben me nog niet te doen, ze hebben me nog niet te pakken. Nee? Ze hebben me nog niet. Iron Claw, die had mij wel te pakken. Ik zat maar, daar meer te... Ik had hem beide te pakken, maar toen moest ik opeens denken aan van... What the fuck, zoveel bomen om me heen. Mm. Als ik hier nu was, was ik dood gegaan aan hooikoorts. Dat is mijn ding. Je andere stress nee, het einde, nee. Het was mooi, maar... Oh, Neddy. Oh, nee. Nou, toen kwam Sierra. Sierra, geweldig. Ja. Dat kon ook weer ja, te zingen. Man, ja, man. Maar ja, jongens, de film The Color Purple. Je krijgt van ons 4 sterren. En daarmee zijn we aangekomen aan het einde. En is het tijd voor Top of Flop. In Top of Flop gaan we onze eerste indruk geven van de titels die we volgende week gaan bespreken. Ik wil van jullie alleen horen Top or Flop. We beginnen met titel 1 en dat is Argyle. Akan. Top. Flop. Ik zeg ook flop. Akan, The Zone of Interest. Top. Top. Ik zeg ook top. En titel 3, Poor Things. Ja, het kan niet anders. Drie keer top, neem ik aan. Zullen we ook even toelichten? Zullen we ook even toelichten waarom? Nou, doe dat eens even. Ja, ik zeg Poor Things top, omdat ik al best een tijd naar uitkijk. Misschien is het zelfs die enthousiasme wat afgenomen. Maar als ik dan weer kijk, ja, 11 nominaties. Ja, je krijgt het niet voor niets. Ja, ja, precies. En zelfs ook voor The Zone of Interest. Ja. Een soort van unieke manier, of een unieke oorlogsfilm. Normaal is de Tweede Wereldoorlogfilms vaak hetzelfde. Boy in the Striped Pyjama's moest ik ook aan denken toen ik The Zone of Interest zag. Ja. Is ook een soort gelijke dingen. Ja. Maar dit is ook weer heel erg rooskleurig in een best wel fucked up situatie. Ja. Dus misschien die contrast dat de film heel erg goed gaat maken. Ja. Maar ja, 5 nominaties voor The Zone of Interest. Ja, ja, Argyle is gewoon echt... Ja, ja, ik zei het flop. Ja, ik zei ook flop. Meer in de zin van ervaring leert als ze heel veel... promotie tegenaan wordt gegooid. Er moet een reden voor zijn. Ik kan er heel te niet omheen. Overal waar ik zie is Argyle dit, Argyle dat. Nee, ik kan wel, man. Ik ben nog gewoon perfecte moment de hele tijd voor die marketinggasten. En weet je wat ik ook denk? Dua Lipa. Er wordt heel de tijd Dua Lipa. En ik denk echt, ze heeft maar 2 scènes en dan is ze klaar met die hele film. Weet je? Dan komt ze niet meer in voor. Ja, ja, ja. En dat ze haar heel de tijd dan gaan gebruiken voor de marketing. Ja. Nou, bij mij is het meer van een beetje parodie-actiefilm. Een beetje comedy-actie. Ja. Lijkt me wel leuk. Mm. Het is natuurlijk wel weer de miljoenste waarschijnlijk, maar... We gaan het zien. We gaan het zien, we gaan het meemaken. We gaan het meemaken. Gaan we een einde aanbreien? Gaan we doen. We zijn weer aan het einde gekomen van een nieuwe podcast-episode. Heb jij genoten van de aflevering? Vergeet dan niet te abonneren. We zijn te vinden op YouTube, Spotify, Apple Podcast en Podimo. Ook zijn we te vinden op verschillende social media kanalen, waaronder andere Facebook, Instagram en TikTok. Op Instagram en TikTok heten we @thevideocorner. Op Facebook zijn we te vinden onder The Video Corner. Jongens, jullie worden bedankt voor jullie aanwezigheid. Jij ook bedankt. Jij ook bedankt. Luisteraars worden bedankt voor het luisteren. Volgende week maandag zijn we weer terug met een review van Masters of the Air. Wees geabonneerd en zorg ervoor dat je erbij bent. Wij zien jullie volgende week. Tot dan. Doei. Doei. Hasta la vista.
Heb jij genoten van onze aflevering en wil jij graag adverteren in een van onze podcasts? Dat kan. Mail dan naar adverteren@back-corner.nl.